Afgelopen weekend presenteerde Julie van Mol in Donner in Rotterdam haar debuutroman Sterker door strijd. De roman speelt zich ten dele af in Nijmegen. De boekpresentatie in Donner was echt waanzinnig. Martin van Waardenberg die fileerde mij daar heel erg prettig. En ik begreep van Donner zelf dat de opkomst zeer hoog was voor een debutant. Meer dan 120 mensen. En dat dat ook gold voor de verkoop. Hoe zien we Nijmegen terug in Sterker door strijd? Zij is dus een Nijmeegse en zij blikt terug naar Nijmegen. Is daar ook. En bijvoorbeeld de Dag van het Levenslied komt voor. Of het Tamarijnvrouwtje, de Vierdaagse, de Swing, de Stoof. En natuurlijk Frank Boeien. Van hem zijn liedjes in mijn boek verwerkt. En ik open ook het boek ermee. Ik open met het Donkerblauw. Een paar regels daarvan. Omdat het slaat op de inhoud van mijn roman. En dat nummer is ook heel erg speciaal voor mij. Wanneer komt Julie haar boek in Nijmegen presenteren? Het boek is nu al te koop bij Dekker van de Vecht. En ook bij andere zaken, maar het ligt echt nu al bij Dekker van de Vecht. En ik kom zelf op 8 juli naar Nijmegen toe. Naar Dekker van de Vecht, daar sta ik om 2:30. En Paul de Graaf, bekende Nijmeegse zanger, die zal elke enkele nummers uit mijn roman spelen.